We gaan nu het dessert afmaken. Hiervoor hebben we de pastinaakmoes, de crumble, de Duindorn Best Gel en de Dolce de Leche. We pakken het bord erbij. We beginnen met de pastinaakmoes. Die zit per persoon in één zo'n cupje. Doe die in het midden van het bord. Alles eruit scheppen natuurlijk. En wat ik dan doe is, ik smeer hem een beetje uit. En ik probeer eigenlijk een beetje een soort van heuveltje te maken, die in het midden iets hoger is. Zo. Dan pakken we de Dolce de Leche erbij. En die spuiten we zo zigzaggend over de pastinaakmoes heen. Een keertje heen en een keertje terug. Dat die mooi redelijk bedekt is. Dan gaan we hetzelfde doen met de Duindorn Gel. Duindornbessen zijn kleine oranje bessen. Het worden ook wel passievrucht of de citrus van Nederland genoemd eigenlijk. Die gooi je in de duinen aan een struik met heel veel doornen, vandaar de naam. Maar één zo'n klein besje, er zit al meer vitamine C in dan in een hele sinaasappel. Een super mooi Hollands product. En dan de crumble, met daarin onder andere koffie, wat moerbeien, goudsbloemen. Die strooien we er gewoon zo overheen. En wat we dan eigenlijk krijgen is een beetje, de pastinaak die weer terug in de grond zit, hè? Onder een bedje van aarde en bloemen. Super makkelijk om te maken, maar echt heel lekker om te eten. Zeker omdat je alles mooi met elkaar eet nu. Is dit het nagerecht? De pastinaak met duindornbes, dolce de leche en een krummel van koffie. Enjoy!